Aan de Aardijk komt een zonnepark van 37 hectare. Daarvoor heeft de gemeente grond verkocht aan Solar Energy Works BV. De verkoop van de grond levert een netto winst op van 2 miljoen euro. Het gaat om de weilanden die waren bedacht om een nieuw bouwwerk te plaatsen. Daarmee zou de grond vele malen meer waard geweest zijn. Nu is het een welkome pleister op de financiële wonden van de gemeente. De bouw van de zonnecollectoren gaat pas in de zomer van 2019 beginnen. De vergunning voor het zonnepark is verleend voor een periode van maximaal 30 jaar. Mocht eerder worden gestopt met het gebruik van het park, dan moet het eerder worden opgeruimd. Wanneer het zonnepark volop in bedrijf is, is de verwachting dat het de stroom levert voor 10.000 huishoudens. Ik heb vanmorgen een introductie gegeven over het belang van de Duitse taal in de klas hier. Daar ben ik erg blij mee. Een grote groep leerlingen, twee groepen van het VWO Bovenbouw. Heb ik daar ook heel duidelijk benadrukt. De leerlingen moeten keuzes maken. Wat het belang is van het beheersen van de Duitse taal voor hun later carrière. Dus de beroepsmogelijkheden en hun internationale visie op het zaken doen met Duitsland. Duitsland is een handelspartner waar we bijna 100 miljard euro aan exporteren elk jaar. Dus wij importeren van Duitsland zelf 70 miljard. Dus wij exporteren 30 miljard meer naar Duitsland dan zij naar ons. Dus dat betekent dat het een hele belangrijke handelspartner is voor Nederland. In een groot concern zoals Siemens, daar wordt in de top, daar wordt de Engels gesproken, daar is Engels de voertaal. Maar als je ook maar iets lager komt, in het lagere echelons, dan spreekt ook de techneuten spreken allemaal Duits. Dus zaken doen met Duitsland, doe je in de Duitse taal. Ich bin selbst kein Deutscher. Ich bin hier einer der fünf Kollegen, der hier Deutsch unterrichtet. Und das sind wir mit fünf Kollegen. Wir sind hier auf der HAVO FWO von Erasmus. Und wir unterrichten Deutsch. Und Deutsch ist für uns eine wichtige Sprache, weil wir denken, dass Deutsch, für über 100 Millionen Leute reden Deutsch in Europa. Und wir sind so nah an der Grenze. Wir verdienen sehr viel Geld mit Deutschland. Und deshalb ist wichtig, dass unsere Schüler, dass sie Deutsch lernen und dass sie auch Deutsch reden können mit einem Kunden oder mit Leuten aus Deutschland, ob sie im Tourismus arbeiten oder sie gehen Fahrrad fahren oder sie sind beim Skifahren und sie verdrehen ihr Enkel. Dann muss man nicht auf Deutsch sagen, dass der Enkel wehtut, denn Enkel ist in Deutschland ein Kleinkind. Ja, das heißt ein Knöchel. Ja, und wenn man sagt in Österreich, mein Enkel tut weh, dann kannst du nach dem Krankenhaus, dann gehst du nach die Geisterkrankheit, denn der Arzt sagt, Enkel, da hast du überhaupt keinen Enkel. Nein. Knöchel. Und das sind all die wichtigen Dinge, dass Deutsch so wichtig ist für unsere Schüler. Und bei so einem Tag, Tag der deutschen Sprache, packen wir aus hier auf der Schule. Dann macht der Erasmus, macht etwas Tolles. Nou, dit is onze exhibit. En die heeft twee flessen met water of met vloeistof erin. En daar hangen kaartjes voor. En als je door de pot kijkt met water erin, dan zie je het plaatje in spiegelbeeld. Omdat de breking van het licht in het water, dat zorgt ervoor dat het zeg maar andersom komt te staan in je oog. Zonne-energie. Dus je kunt kijken met een zaklantaan of het zonne-energie oplevert. En dan kun je kijken op volt meten hoeveel volt het oplevert. En dan kun je hem draaien naar 90 graden of naar 0 graden. En je kunt hem ook uitschuiven om te kijken hoeveel volt meet. En 9 is het hoogste wat opgemeten is met deze zaklantaar. Dit is een golfmachine waarmee je golven kan maken. Dit is voor mensen om te zien hoe ze de dijken moeten testen. Je maakt verschillende typen dijk? Ja.
ja, je kan ook deze erin zetten. En die heeft dan weer een andere functie dan deze, want die kaatst iets terug. Doordat de pluspool van de batterij, die zorgt ervoor dat de batterij en de magneet vooruit wordt getrokken. En de minpool aan de achterkant zorgt ervoor dat die weg wordt geduwd. Waardoor die naar voren gaat. Er staat geen stroom op het koperdraad zelf, maar die conducteert het, zeg maar. Hallo Noor, leg me eens even uit hoe een vliegtuig vliegt. Nou, het vliegen van een vliegtuig is eigenlijk gebaseerd op de wet van Bernoulli. Dat zegt dat als er een luchtstroom komt van naar voren van een vliegtuig, naar de voorkant van een vleugel, komt aan de bovenkant, komt een snelle luchtstroom en daar is dan lage druk. Die gaat er gewoon overheen, dat komt dan door de vorm van de vleugel. Aan de onderkant is een langzame luchtstroom en daar is hoge druk. Die drukt de vleugel meer omhoog. Met onze Exhibit kan je dan eigenlijk de hoge druk nabootsen. En je kan zo de luchtstroom zo recht mogelijk met een föhn maken. Zodat de vleugel zo lang mogelijk in de lucht blijft. Ik ga zo dit naar beneden halen. En dan kunt u zien dat lood zinkt in beide. Het ijzerplaatje zinkt in het water, maar drijft op de behanglijn. En stel je voor, je zit in een auto en je gaat door een schepenbocht. Uw lichaam wilt er rechtdoor, maar de auto gaat linksaf. Dus dan voel je eigenlijk ook al die G-kracht. Als u dan op de pomp drukt, hier zit lucht in. En lucht wil altijd naar een plek toe waar geen luchtdruk is. Dus dan gaat hij via de buis gaat hij hier naartoe, want de buis zit hieraan bevestigd. En als je dan pompt, dan gaat hij omhoog. We zijn hier met 90 leerlingen, 24 groepjes. En die groepjes die hebben allemaal een eigen exhibit gemaakt. Die ze hier presenteren voor de mensen van de BIEB, de bezoekers van de BIEB. Een exhibit is een ding waarmee je een natuurkundig principe kunt uitleggen aan kinderen of aan ouders. En natuurkundige principes, dat zijn bijvoorbeeld magnetisme, waterkracht, golven, dichtheid. Er komt hier van alles aan bod. Ja, en als u daar meer informatie over wilt, kunt u de exhibits nog bezoeken de komende 3 weken. En daar staan per exhibit ook op papiertjes uitgelegd wat erop te zien is. Dus kunnen jullie veel leren. Die exhibit blijft hier staan en alle hulpmiddelen die nodig zijn om met die exhibit bezig te gaan, blijven hier ook. Wat is hier gaande? Hier is het Huntington Benefit gaande, waarbij we geld ophalen voor het campagneteam Huntington om de ziekte van Huntington te genezen. Wat verwacht je hier? Een goede donatie? Ja, ik weet het niet. Ik hoop natuurlijk dat we iets meer dan 5000 euro ophalen. Het zou heel fijn zijn. En alles wat meer binnenkomt is helemaal geweldig. In 2014, november 2014, hebben we het campagneteam Huntington opgericht. Dit was naar aanleiding van het feit dat er geldkranen voor wetenschappelijk onderzoek waren dichtgedraaid. En de wetenschappelijke ontwikkelingen heel veelbelovend waren voor de ziekte van Huntington. En daarom hebben we een stichting opgericht om awareness te creëren voor de ziekte. En daarnaast hebben we 4 miljoen euro nodig voor onderzoek. Nou, ik ben Erik, ik zit bij het campagneteam Huntington. Ik ben ook onderzoeksleider, werk aan de ziekte van Huntington bij het AMC. U bent dus wetenschapper? Ik ben wetenschapper en ik heb een onderzoeksteam van 9 personen. En die werken allemaal aan wat gebeurt er bij de ziekte van Huntington en hoe kunnen we dat stopzetten. Ja. En wat is de status van de ziekte op dit moment? We weten precies wat er misgaat bij de ziekte. We weten waar we in willen grijpen. En mede dankzij het campagneteam Huntington hebben we ook een aantal onderzoeken kunnen starten voor aangrijpingspunten. Dus hoe kunnen we de ziekte afremmen dat het kan ontstaan. Of ook voorkomen dat klonteringen ontstaan in de hersenen. Ik zal het in deze feestvreugde niet te lang maken. Het is een eer om hier te mogen staan op deze benefietconcert, op deze goede doelen. En ik weet niet uit wie, dames en heren, maar trouwens de Grootsvesten, dat kreeg ook een nieuwe naam. Dat wordt nu de Douwe Egberts Arena. Helpt tenminste nog een paar punten aan het eind van het seizoen. Huis van Lydia is een
naaiatelier, winkel, waar we naailessen geven, kleuradviezen, kledingadviezen, stoffen verkopen. Waarom hebt u het atelier Huis van Lydia genoemd? Lydia uit de Bijbel, dat is een purperverkoopster, die samen met andere vrouwen samen bidt en echt een gelovige vrouw was, maar ook een zakenvrouw. En dat sprak me wel aan. En als je dan nog een klein eindje verder leest, dan staat daar dat Paulus, wanneer hij uit de gevangenis komt, naar het huis van Lydia gaat om bemoedigd te worden. En toen dacht ik, nou, dat is het. Dat is wat we hier willen doen. We willen hier graag mensen bemoedigen door middel van het werk wat we doen. En u heeft stagiaires. Wat doen die zoal? Die stagiaires die helpen hier mee met kleding maken, kleding herstellen, opleiding. Helpen met patroontekenen. En ja, ze doen gewoon hier de opleiding modemaat. Zelf kleding maken. Een klasgenoot van mij heeft hier erestage gelopen. En ik heb al gevraagd hoe het hier was. En ze zei dat het hier heel leerzaam en leuk was. Dus daar was ik echt wel benieuwd naar. En wat ze zegt, dat is ook wel waar. Wat zijn je bezigheden zoal? Opdrachten van school en de opdrachten wat Meentje mee geeft. Verstellen van kleding of een heel nieuw kledingstuk maken. En klanten helpen eigenlijk. Ik denk dat het een hele leuke combi is om ook op deze manier duurzaam bezig te zijn. Want je kunt je kleding laten verstellen. We hergebruiken kleding. En dat is op dit moment ook heel erg in de... Ik vind het hier heel leuk en heel gezellig. En ik heb al superveel dingen geleerd hier. Zoals? Ik kan nu een lokmachine inrijgen. En ik heb bijvoorbeeld leren rijgen voor kledingstukken, zodat het netter wordt. Heel veel nieuwe technieken en knoopjes. En vooral ook omgaan met klanten. Welke mensen komen naar het atelier? Eigenlijk heel veel mensen, iedereen. Mensen die een uitkering hebben. Die met een foutje van de gemeente Almelo hier... naailessen kunnen nemen, maar ook mensen die het gewoon betalen. En ik hoop op een doelgroep die het wel goed kan betalen, die hier hun kleding laat maken, zodat wij weer anderen kunnen helpen. U heeft ook een Syrische kleermaker in dienst. Ja, klopt. Die meneer is hier net begonnen. En hij is nu 5 jaar in Nederland, heeft nog wel moeite met de taal. En hij is hier om de taal te leren, maar ook om mij te helpen. En ik ben heel blij met hem, want hij doet het heel goed. Dus het atelier is eigenlijk een heel breed platform? Ja, het is een hele brede plek voor vrijwilligers, voor buitenlandse. We hebben ook de nieuwe Nederlanden al hier. Mensen die al ook uit Irak komen en een nieuw paspoort hebben gekregen hier. Dus ja, die werken hier ook. Ja, dus we zijn heel breed. We waren vandaag in het klootschieten in de stad. Wat is dat? Het klootschieten in de stad is een variant op het echte klootschieten. Georganiseerd door de Sociëteit Almeloos Vermaak. Die in 2006 hier gestart is als permis-maître de l'ambiance. Wat een beetje een verbastering is, een speling van het Frans van geoorloofd buitenshuis. Opgericht door een aantal stamgasten. Die hier op de eerste dinsdag van de maand bij elkaar komen om leuke dingen te doen voor zichzelf. Met elkaar. Maar ook een aantal open evenementen organiseren. Waar heel Almelo van kan profiteren. Waaronder, we hebben wel eens een Passamalm georganiseerd. Een Indische middag. We hebben jaarlijks een fietspuzzeltocht. In tegenstelling tot de echte klootschieten wordt hier gebruik gemaakt van tennisballen. Om natuurlijk de schade voor auto's, winkelruiten en derden te minimaliseren. Het gaat gewoon om leuk bezig zijn. We hopen altijd op goed weer. En het gaat om de gezelligheid. Het gaat om het kortste en minste aantal worpen waarmee je de route aflegt. Waarbij dus een koppel de ene gooit en de andere schrijft. Waarbij we vertrouwen gewoon op de eerlijkheid van de deelnemers. En natuurlijk een aantal vragen om natuurlijk een stukje competitie te creëren. En waar we kijken of de mensen toch iets kennen van hun eigen stad. Meer leden van de groep, die je ook zag in het filmpje die de prijsuitreiking deden. Die hebben de route georganiseerd, bepaald, vragen, sponsoring geregeld en gewoon alles geregeld. En de andere leden die doen alleen de hand- en spandiensten. En degene die niks doen, die kunnen meedoen. Maar we zijn wel een officiële vereniging die niet erg aan de weg timmert.
En eigenlijk zijn we ook wel op zoek naar nieuwe leden, maar niet heel fanatiek. Want het belangrijkste is dat ze passen in de groep. Ook elk jaar wijzen we een goed doel aan. De ene keer is de voedselbank, de andere keer het daklozendiner. Die we dan 150 of nagelang onze inkomsten €250 geven. Dus we zijn heel goed voor onszelf. En voornamelijk toch dingen met eten en drinken natuurlijk. Maar ja, wij organiseren ook open activiteiten. En voornamelijk zijn dat dus vrienden en kennissen die komen. En het is meestal hier georganiseerd. Hier is de start en de finish. En het gaat erom dat iedereen het gewoon heel leuk heeft. De leden betalen een tientje in de maand. En dat dekt amper de kosten. Maar gelukkig hebben we ook wel eens mensen die spontaan doneren. Onze uitbater van dit hoort café doet wel eens wat in water bij de wijn. Dat is het Hocus, hè? Ja, het Hocus. Daar zijn we en dat is ons stamcafé en daar blijven we ook. En zo is het ook begonnen en daar zal het ook eindigen. Zal weer doen. Jammer. Dank u wel. Ja, die man, die lange man moet erin. Ja, geweldig. Okay. Ik ben een afgevaardigde van Rood Rivierne, die samen met deze scholengemeenschap een concert organiseren met Francesco Attesti, een pianist uit Italië. En we hebben daar een goed doel aan verbonden. En dat goede doel is voor de gravenruiters hier in Almelo. Hoe komt u zo ineens bij de Italiaanse pianist? Het is een vriend van mij. We kennen elkaar al jaren. Hij heeft al een keer eerder voor Rotary een concert gegeven. En nou ja, we hebben jaarlijks contact met elkaar. En hij zei van nou, ik ben voor een tourneetje in Nederland. Is er nog wat voor jullie als ik een beetje kom spelen? En toen hebben we gezegd, kom, met alle plezier. Meer activiteiten na het concert? Nou, we hebben, ja, het is natuurlijk prachtig, de mensen die krijgen een klein beetje een randgebeuren daaromheen. We ontvangen ze met een kopje thee of koffie. Ze krijgen twee munten per persoon, kunnen in de pauze een drankje pakken. En na het concert is er nog een klein Italiaans buffet, waar ze ook nog een drankje krijgen. En dus allemaal inbegrepen in die prijs van €25. Francesco Attesti, en een groot applaus voor hem. Thank you.
Het kunstwerk van Rino Perdon, dat hij in 1951 maakte, bestaat uit drie onderdelen. Een sculptuur in de tuin, die de toegang naar Hof 88 markeert, publicatieborden met verlichting en een tweetal ornamenten op het gebouw. Te zien voor de muziekschool aan de Hofkampstraat. Mensen, al voor de vijfde keer dit jaar is de Taptoe weer. Met heel veel liefde en betrokkenheid wordt dit evenement georganiseerd. Om het jaar zit ik op het puntje van mijn stoel en kijk ik naar de discipline van al die korpsen. Prachtige choreografieën, hele mooie muziek. Het stadion hoort bij zo'n evenement helemaal vol te zitten. De opbrengst gaat naar het goede doel, Stichting Kans voor een Kind. Overdag, als je 's avonds niet kunt, ga je natuurlijk naar de stad. Om 2 uur zijn daar parades in de stad. Zelfs onze partnerstad Iserloon is vertegenwoordigd. 16 juni staat het in je agenda, wees erbij. Mijn vader heeft me veel verteld over de oorlog en vooral over mijn opa, die woonde hier in Utrecht. Omdat er in het laatste jaar van de oorlog niets meer te stoken was, ging mijn opa samen met andere mannen op zoek naar kolen, die eigenlijk bestemd waren voor de Duitse treinen. Ze werden verraden en door de Duitse soldaten onder schot gehouden. Eén man probeerde te vluchten en toen begonnen de Duitsers te schieten. In dat moment van chaos rende mijn opa weg over dit spoor en kon hij ontsnappen.
Gelukkig maar, want zonder mijn opa was mijn vader er niet en zonder mijn vader was ik er niet. We mogen nooit, nooit, nooit vergeten hoe verschrikkelijk de oorlog is. Daarom ben ik op 4 mei 2 minuten stil. Jij toch ook?